Yo, kijkers van Online Teams en welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van het EK 2016. En natuurlijk de laatste aflevering van het EK 2016. Jongens, de finale tussen Portugal en het gastland Frankrijk. Frankrijk op eigen bodem in de finale. Dat mag voor mij Frankrijk natuurlijk ook gaan winnen voor mij. Samen spelen we vandaag met Frankrijk. Het is donker, het is de finale en het staat in Rio de Janeiro. Normaal is het in Stade de France, daar wordt de finale gespeeld. Maar wij spelen dat gewoon in Rio de Janeiro. Kijkers, ik hoop dat jullie een prettige, fantastische finale kunnen kijken op het EK 2016. Dan gaan we gewoon Portugal tegen Frankrijk. Laat maar Frankrijk ook de finale voor mij winnen. Rio de Janeiro. Daar wordt ook de finale gespeeld. Maar het is wel donker. Nee. Dat moet ook. Dat wou ze ook mooi de volkslieden horen. Ik hoop dat we een prachtige goede scheidsrechter hebben. Want ja, als het een kut scheidsrechter is, is het niet leuk. Portugal, Frankrijk. Ik heb een totaal zin in. Oh, het is dat mooi donker. Ik zie die hier naast Bruno. Daar gaat het, kijk eens aan. Ze komen langs de beker volgens mij. Ja, daar is de beker. Die beker kan vandaag ontvangst nemen. En Frankrijk. Portugal tegen Frankrijk. Dat is een avond van EK 2000. En zij dus niet meer op kampioen vast te doen. Zij gaan EK 2000. Dat is de volgende van Portugal. Een mooie pas op de voor die met Cristiano Ronaldo. Het Kastlands volgende. Je moet eigen benen, eigen voeten, zijn. Ja. Dat willen we zien dat de Fransen moeten winnen. Tegen de Portugese. Die wordt de zondag om 9 uur gespeeld. Nou jullie, zitten toch in de buurt om een paar keer. Als de nottenboom aangaat, is het Nederland zetten. Kijk eens aan, een Nederlander mag die nou weer EK-finale sluiten. Waarom ook niet? Als wij die doen, commentaar leveren. Hans, kijk eens aan. Portugal, dit is de opstelling van Portugal. Mooi, maar zit er op. Finale punt is EK 2000 en zet dus Portugal en Frankrijk. Portugal aan de bal. Die kansen. Ja, ik kan zo trekken op de vlank en dan weer bal bezit. Ja, natuurlijk gaan de beker ons wel eens ook laten zien. Oh, kijk, ze hebben nu afgegeven. Dit kan meteen 1-0 worden aan. Bal bezit. Het is goed 1-0. Het is gewoon voor te duur, want deze bal weer kwijt. Goeie zijn deze kant voor Frankrijk. Coutinho. Daarom wordt de wedstrijd. Daarom wordt deze. Ik kom 5-0 hier te maken. Het is na 5-0. Dus ik heb het wat doen. Nu afvegen. Ja. 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 Om de bal wat te nemen. Die klopt er niet. Zij krijgt hier geen penalty. Speler krijgt de bal weer terug. Wel doen we bij RS. Ja. Is een kansloos. En dan gaan we staan op de vlak van de vierweg. Want hij komt op de vierweg volgens mij. En dan kan ik toch wel, ja, ik krijg het niet. Vandaag gaan we dit vanaf de vierweg doen. Ja, nou hier moet je toch op zijn, hè. Een maand geleden spelen we ook de wedstrijd tussen Frankrijk en Roemenië en Roemenië. De Frankrijk voor de finale in Rijnhuis. Razendsnel. Ja, dat is een grote kracht. Corner vanuit Portugees. Bal vanaf de lijn.
schot dus. Benzema.
Ja, en de hoek dan. En de hoekschop is voor Frankrijk. Oké, ik heb nu wat van tafel die zo'n goede corner zijn. De verdediger zet zijn hoofd erbij aan. Bernal had hem nog echt ingepakt. Goed, de vlucht is eruit, maar de paas is doorzien. Nee, ik wil wat Frankrijk, ik wil Portugal best. Wat de fanne! De schetsen te geel krijgen voor laat hier hierbij. Oh, wat is het op die fan? Ja, dat is ook niet heel veel. Aai! Diep op de bal! Oh ja! Wat is dat? En dat is de belangrijke voorsprong van de Europese. Heeft de nieuwe wereldkampioen hier gescoord? Wat nieuwe wereldkampioen? Europees kampioen, ja, en nu? Hé! Dat was een heel belangrijke titel. Nu draai je uitzieten! De eerste helft is gespeeld. 2-1. En eens kijken wat onze tweede helft gaat brengen straks. Ik moet deze wedstrijd. Als ze dit vasthouden, dan hebben ze het beter kunnen gewonnen. Ja, ik weet het. De vraag is alleen, houden ze het wel vast? Als de scheidsrechter heeft het straks zijn voor de tweede helft gegeven. We gaan dus weer beginnen. Mooi. Ja, hoe is het met Benzema. Ja? Kijk nou eens, jongen. Sportklap op je. Ja, en nu. Doorgaan. Ja, 2-2! Dit is een goed moment aan Bapak en doorspelen. 2-2, hier! Ja. Dit is een lekker finale, dat is het. Ja, we gaan zeker voor de derde man. Frankrijk gaat doen. Europees kampioen. Dus dat doen we uit. Ik kan in Frankrijk in eigen land. Kom maar op! Als het goed over kan, dan gaat dat zeker een goed doen. Ga door, alsjeblieft, ga door. Daar zijn we toch. Kiet! Nog een keer. Probeert het. Los later. Het is wel een heel effectief opengezet. Klopt het? Ja, dit klopt. Oh, wat is het hier? Asri. Hoe goed je bal dit? En we kunnen voor de bijna niet meer vasthouden. Cristiano Ronaldo heeft hem. Is dat dan dan moet Portugal kunnen uitbuiten. Kijk, een keeper! Kutkeeper! Wat een kutpaar! Zijn hier naast de hele achter. Oké, mooi. Die mooi. Ja, zal het! Ja, en nu? Loslaten aan! Kom terug! Hij werkt hem al naar voren. Oké, dat. Ja, hoor, buitenspel. Ja, dit is zeker buitenspel. Oeh! Had die ventje gelijk niet. Dani. Coutinho. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Wat is dat dan? Zo, die is... Nee! Komt hier dan de kans? Dan schiet hij. Oeh, daar heb je dat gehad. Een wissel kan de nodige verandering brengen. De coach wil dat zijn team weer een spel in handen krijgt. Kom op, Frankrijk. Dat klinkt niet, maar dit. Dit is goed. Een benieuwd. Oké, tijd. De kaart wordt recht. Good song. Die andere. Ja, die. Kijk uit. Ja, en nu.
We krijgen een doeltrap en geen corner dus. De coach brengt vers bloed in de ploeg. Eens kijken of dat de zaak verandert. Dat maakt het weer. Cristiano Ronaldo. Mabuya. Prima in vijf van de verdediger. Ja, goal voor de keeper. De doelman ligt hem klaar voor een doeltrap. Ik zit me hier in mijn hand en ik moet helemaal kapot van de kut. Eentje alsjeblieft, eentje maken, alsjeblieft. Ja, dat is een goede actie, heeft de bal terug. Oeh, ja! Op weg naar goud, goud in Frankrijk, en hij doet het niet. Ah, zo close. Zit weg om de bal. Dan, ga er naartoe. Hij gaat toe. Ga naartoe. Hij is erbij. Oh, ze zijn de bal kwijt. Steekpas, komt die uit. Hallo? Wat is dat? Ik zeg mij met een goal! Nee! Nog kwartier! Wat zijn dat toch voor moeilijke paardjes aan? Wat zijn dat voor een zeker zenuwen? Die pak die bal op. Nee. Frank heeft nog een bal bezet. Wat is het toch niet? Spannend. Nee, dat wordt een schopje volgestoken. Dank je. Nu. PSV zal je wel gedacht hebben. Ja! Ja, en nu? Ja! Let dat op, in de 80ste minuut gaat die run. Ja, oké, okay, hij wil zelf zitten. Hij wil eigenlijk zelf zitten. Kijk maar. Wacht. Even naar de herhaling. Kijk. Eigenlijk wil hij zelf schieten, maar hij kwam tegen hem en gelukkig was het geen buitenspel. Ah ja. Schande. Schande gewoon, hè. Zit weer gewoon. Maar nu moet hij natuurlijk wel kiezen. Ik ken het. Mag toch? Mag toch allemaal? Met Zema. Mabuya. Mooie paasjes van Frankrijk hier zo. Staat er iemand? Half mij dat niet. Zij hebben geen buitenspel. Ja. Ze stonden achter en zo'n wedstrijd duurt natuurlijk niet eindeloos. Logisch dus dat de coach kiest voor de wissel en voor een andere tactiek. Forza! Wat denk je? Vereniging God. Dit is Cristiano Ronaldo. Dan ligt het markt, hè? Nou, dat kan ook markt worden. Pas op, jij moet naartoe. Goed gedaan, dit. Goed verdedigd. De tijd zit er bijna op, nog maar 3 minuten te gaan. 3 minuten, dan klaar we dat niet later. Ja, dat is goed, hè. Hij zal wat goed doen. Ja. Dan ga ik dan met de pot zo. Gaat hij zitten? Breed in. Dit kan heel gevaarlijk worden. Deze komt dan. Dit is Cristiano Ronaldo. Kip op! Goed gedaan! Ja, maar 2 minuten extra tijd, dat moet voldoende zijn voor ons. Om te gaan winnen. Ja! Portugal! Ik doe Frankrijk Europees kampioen!
Frankrijk Europees kampioen en eigen land. Wat wil je nog meer? We hebben het voor jou Frankrijk Europees kampioen. Ze hebben het verdiend. Drie, twee, wat de uitslag zondag tussen Portugal en Frankrijk. Maar dat feest niet. Daar heb ik niet gedaan. Frans moet duiden in. Alle natuurlijk die weg af en toe gegaan, maar ook in de haat moet gaan. Daar heb ik nog niet recapie gemaakt, maar ik doe net dat dit recapie. Is het aanvoeren? Nee, de keeper is aanvoeren. De keeper mag het EK verstellen omhoog, hij is de manager. En hij wordt nu een mokhouder. Frankrijk, Europese kampioen 2016. Ze hebben het ook goed gedaan. Ze hebben de hart voor geknopt in eigen land. Ze trekken het aan het doen. Frankrijk, EK, 5, 10. Kijk eens aan, daar heb ik dat feestje. Ik had het liefst Duitsland op het podium willen staan. Het liefst wel, hier natuurlijk, maar je kunt het nog niet allemaal maken. Frankrijk, ja. Door dat feestje natuurlijk. Door. En toe. En toe. Is de uitslag. 2 tegen 3 van Frankrijk. Frankrijk is gewoon Europees kampioen geworden. Het is een hele harde baan van Portugal. Want ze zijn 2 keer toe op voorsprong gekomen. Maar wij zijn wat sterker. Wij hebben gewoon 3-2 van. Maar het was een fantastisch. Wat is het pot? Bedankt dat jullie deze fantastische alle wedstrijd voor mij hebben gesteund. Het zit er op het EK 2000. Natuurlijk gaan we het WK 2018. Natuurlijk waarschijnlijk ook spelen, natuurlijk ook weer FIFA World Cup. Want waarom zou je dan nog Europees World Cup? Dat is geen FIFA, maar dat is gewoon een FIFA World Cup. Want als ik het EK World Cup heb en krijg, die zou ik zelf ook gaan kopen. Als jij dan doet het EK 2020 gewoon afspelen. Dus ik gewoon alle EK's WK spelen. Jongens, ik hoop dat jullie ontzettend leuk van een leuke pot. Fantastisch serie. We hebben het gewoon met z'n allen gedaan. Ik hoop dat maandag. Dinsdag, woensdag, donderdag, bij de laatste 2 weken, komen aan op gewoon normale video's zoals altijd. Jongens, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het like. En ontzettend bedankt voor deze steun. Proberen we maar eens 6 of 7 likes te krijgen ofzo. Like deze video natuurlijk. Reacties, wat vond jij de mooiste wedstrijd van alle wedstrijden, van alle groepen, kwartfinale, halffinale en natuurlijk de finale. Dat wil jullie fantastisch zijn. Het is 3-2 voor Frankrijk. Kijkers, bedankt voor het kijken. Bedankt voor het aanzien. Tot het WK 2018. Hoop dat we die dan natuurlijk ook kunnen voorspellen. Dank voor deze steun, jongens. Want zonder jullie is dit voor mij niet gelukt. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het kijken. En tot nooit. Of tot het WK 2018 zo dan maar. Jongens, bedankt. En tot ziens. Mazzel!